Ook een goede middag, mijn hemel. Haat, liefde, verhouding. Zo dan. Ja, lieve vrienden, het is zaterdagmiddag. Het is bevrijdingsdag, dus een feestdag. Wordt er dan gezegd, nou, wat er of wat te doen is, weet ik dus niet. Ik weet enkel dat ik mijn pc nu even aan het schoonmaken ben eens een keer. Ja, en dan kun ik straks weer even een... Even met de videopad aan de gang. En het is prachtig mooi weer. Ik ga ook nog proberen te genieten van het mooie weer. Ja, even zien wat de dag ons brengen gaat. Maar ik wens jullie allen wel een heel hartelijk welkom toe bij deze gloednieuwe vlog. Bij Corina en de Beestenboer op zaterdag. Wat zei ik nou net? 5 mei. Morgen is pas 6 mei. 5 mei, bevrijdingsdag, ja. Dus mijn hondje die ligt daar. Maar ik heb de deur open, dus waarom gaat hij niet naar buiten? Ik weet het niet. Zo warm is het nog niet, nee. Want ik zal kijken bij mijn toon. Bij meneer Toon zeg ik altijd. Het is buiten 14 graden. Dus ja... En ik zie nog wat nieuws staan. Moet ik ook zo meteen naar koekeloeren. Ik weet niet wat dat is. Maar in ieder geval, de vlag hangt ook helemaal weer in top nu. En ik ben met een bakje koffie bezig. Ik moet de vaatwasser nog leeg halen en weer vullen. Want er staat een bende afwas. Dus dat moet ook even weg en schoon. Dus ik heb nog genoeg te doen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van deze dag. En met Godzegen zal het vast wel lukken, denk ik. En geniet ook van deze vlog wanneer je deze krijgt te zien. Dat zal ergens 13 mei worden, denk ik. Zoiets. Ja. Maar in ieder geval, of 14 mei, ken ook nog. Want er moet nog een vlog heen. En die wordt geloof ik 13 gepland. En deze wordt dan op 14 gepland. Dus ik zou zeggen, geniet van alles. Doei doei. Ga jij zo weer even poesjes passen? Ja? Vrouwtje moet even weg. Ja? Ik neem de GoPro niet mee, maar ik neem deze camera wel mee. Ja. Ja, lieve vrienden, ik doe het eventjes anders. Ik ga weer even weg. Weer de natuur in. Bijzondere plekken vlog ik eventjes. De mooiste plekjes die ik mooi vind. Maar ik ga er vooral even doorheen om even zelf natuurgeluiden op te nemen. Ja, dat lijkt me mooier en leuker toe dan als je iets anders pakt wat niet voor jou is. Ik wil het voor mezelf hebben. Dus ja, ik laat mijn werk hier even in de steek. Ik was bezig met nogmaals de dodenherdenking. En ja, dat doe ik wel weer verder wanneer ik terugkom. Ik wil toch even genieten van het mooie weer. Ja, en ik had even oponthoud. Ik kreeg even een telefoontje. Ja, van niemand anders dan mijn lieve met de dochter Karin. Die heeft even ergens mee geholpen, want ik snapte even iets niet. En dat is nou ook weer helder en duidelijk en klaar. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet van de bijzondere plekjes. Doeg! Ja, lieve vrienden, we zijn op het dijk beland. En wat jullie daar in de verte zien... Dat is nou Texel. Een heleboel zeggen Texel. Nee, ik zeg altijd dat het is Texel. Zo heb ik het geleerd op school. En we zeggen tegen prinses Beatrice, Trix, ook geen Beatrice. Dus dat is bij mij één en pot hetzelfde. Het blijft bij mij Texel. Ja. En als jullie heel goed kijken, dan zien jullie daar in de verte ook nog een kerkje staan. Op het eiland staat een kerkje. Ik probeer even in te zoomen. Nou, dan moet het wel helemaal duidelijker worden zometeen, hoop ik, mag ik hopen. Probeer ik terug te zoomen. Even een vinger voor de lens. Sorry daarvoor. Nou, en daarom. Ik zal eventjes
voor mijn scherm langs halen. Zo. Ben je daar? Ook iets moois gaan. Dat is zo mooi, hè? Probeer weer even in te zoomen. Die is echt gaaf, die ene. Die is zo mooi. Is die wat wazig, denk ik nu. Ik hoop dat die helder gaat worden. Nee dus. Dan zoom ik toch weer terug. Zo. Ja, en daar ga je dan nog een eilandje leggen. En daar komen heel vaak zeehondjes, weet ik veel hoe die dingen heten. Zeehondjes, weet ik veel. Kijk eens. Wow, ik hoop dat jullie het zagen. Maar in ieder geval, dan gaan we door. We gaan dus toeren over de dijk. Richting de natuur, maar ik zit al in de natuur, want zee is ook natuur, hè? Toch? En dan, ik vlog af en toe hier en daar. Komt goed, tot straks. Ja, lieve vrienden, ik kon het niet even laten om weer even te stoppen voor dat mooie zeilschip wat daar in aankomst is. Ik denk, dat wil ik toch jullie niet ontnemen, hè? Dat is toch zo'n mooi schip, zo, met die zeilen helemaal omhoog. Prachtig. Ja, ik kom mezelf niet op, ik ben ook zo bang, maar ik vind het wel ook zo mooi. Ja, ik zeg altijd, zijn aquaplupplups. Ja, ja, hoe doe je dat? Vliegtuig kom ik ook niet in, vliegtuig is bij mij in de onderdeel, denk ik. Ja. Maar oké, jullie zien het, hoe mooi. De Nederlandse vlag in top, geweldig. Ik vind hem prachtig. Ja toch? Is zo mooi. We gaan weer verder, dus ik moet weer even terugzoomen, geloof ik. Ja, een beetje langs. Zo. Ja, lieve vrienden, sorry voor weer het stilstaan, maar ik denk ik pak nog één keer en een ander. Hij is zo geweldig mooi. Ja, en dat vind ik nu ook beter uit. Laten jullie toch wel weer eventjes zien. Ah, hij is net op het parstiek gekomen vanaf de Noordzee. Want dit stukje water tussen Texel en mijn stadje in Den Helder is het toch wel geen Noordzee. Je heet het parstiek, ja. En na Texel heet het de Noordzee. Ja, dat was een meneer die er voor langs ging. Ja, intussen. En dat eilandje waar ik het net al over had, dat is dus, laat me zeggen, de sluis waar de scheepvaart binnenkomt. Maar ik vind dat zo grandioos. Lijkt hard of niet stil ligt, hè? Maar een vak het wel degelijk. Echt zo mooi. Nou, we gaan weer verder, lieve vrienden. We zeggen tot straks. Ja, en dan staat er een eenzame visser te vissen. Het is zeer laag water.
Maar ook gevaarlijk water, want we hebben... Hoe heet dat ook weer? Net is het er nog. Draaikolken. Als je daarin terechtkomt, dan... En je kan niet al goed zwemmen, dan verdrink je levend. Ja, daar ook nog. Je kunt daar heel diep bij. Maar waar ik jullie ook voor... openmaakt, laat ik het zo maar even zeggen. Daar staat onze Lange Jaap, de vuurtoren. Ja, verderop staat er ook nog een torentje. Dat is geloof ik ooit een vuurtorentje geweest, maar dat weet ik niet eens iets zeker. Nee, ik ben een helderwijzer, maar ik weet het niet allemaal uit mijn hoofd. Nee. Maar de Lange Jaap, dat is langs de vuurtoren, langs de kust, aan deze kant. Ja. Ik ben er blij mee. Onze Lange Jaap. Zo heet hij, Lange Jaap. Ja, en het verhaal gaat erom dat hij koeienhuiden is gebouwd. Omdat hij met harde storm zoveel heen en weer gaat van boven. Maar dat is apenstaartverhaal, of hoe noem je dat? Nou ja, vrouwrul. Dus. Maar ja, wel even leuk om het te laten zien op afstand. Misschien dat we er straks dichterbij komen en anders vervolgens. Dus dat zien we dan wel weer. Ja, dus ik zou zeggen tot straks weer. Nou, en daar begint dan bij ons het strand. En dat loopt nog kilometers door. Ja, het wordt ook nog breder en groter. Ja, hier hebben we nog een gedeelte asfalt. Hoe noem je dat? Asfalt, hè? Daar komt net iemand al van het strand af. In ieder geval, het strand is nog vele malen groter. Dat gaat helemaal door richting Scheveningen, weet ik van waar naartoe. Want ja, binnenkort, juni geloof ik, andere maand, dan hebben we die vierdaagse over het strand. Hè. Ja, en dat eindigt dan hier. Dat is super. Lekker rustig, momenteel. Maar ja, ik ga nog verder, want ik heb nog veel meer te laten zien natuurlijk. Dus tot straks. Ja, ik dacht ook, dit laat ik jullie weer eventjes zien. Dat kan ik jullie toch niet ontnemen, hè? Ik vind het zo mooi. Hè, buffels. Die vind je bijna ook nergens meer, hè, buffels. Ze zijn hier ook een tijd weg geweest. Ze zullen misschien wel ergens anders hebben gestaan, dat weet ik niet, maar... We zijn nu in de duinen, niet in een bos, maar in de duinen. Ja, heuveltjes, daaltjes. Dus, en dan gaat een racefietser achter me langs. En ganzenrikkies. Andere vogels. Ja. Zo mooi. Lekker die natuurlijk en rustig. Heerlijk. Maar ja, dan gaan we weer verder. Nou, lieve vrienden, daar sta ik dan. Langs het hoofdfietspad in de duinen. En ik kan niet verder komen. Nee. De tranen staan eerlijk gezegd in mijn ogen. Ik heb pech. Ja, er is al gebeld. Ik heb hulp gehad. Ik stond vast in mulzand, wat ik niet wist dat het mulzand was. Want ik ga een schelpenpad op. Dat was dit pad. Daar kan ik normaal gewoon overheen jakkeren. Wist ik veel dat er verderop mulzand lag. En dat op een heuvel. Ja, dan moet hij zich naar boven trekken al. En ja, toen kwam ik vast te zitten in dat mulzand. Toen heb ik geschreeuwd. Moord en brand als het ware. En toen kwamen de mensen naar me toe. En Limburgers, die zijn hier ergens op vakantie. Die hebben mij geholpen daar weg te komen en hier naar het verharde fietspad te komen. En ja, nou is het wachten op hulp van de firma die dus je komt helpen als je een scootmobiel hebt. Ja, dus... Weet ongeveer waar ik sta. Ze moeten ook wel zoeken. Dus ik hoop dat het allemaal goed komt.
Ik heb nou niet hetgene kunnen doen wat ik doen wou. Ik wou dus natuurgeluiden opnemen. Ik hoop dat het voor morgen allemaal nog goed komt. Want ja, morgen dan heb ik bij de kerk wat te doen. En ja, straks kan dat niet doorgaan omdat mijn booster het even mag geven. Ik denk dat ik 2 nieuwe accu's erin nodig heb. Toch geeft hij vol aan. Maar je hoort hem niet aangaan. Je hoort het motortje niet gaan. Dus er is wat met die motor, denk ik. Dus ja, dus even wachten. En wachten. En nog eens wachten. En ik hoop dat ze gauw komen. Ik zal zo mijn jas uitdoen, want het is hier nogal behoorlijk warm. En dan kijken, ja. Ik hoop dat ze komen. Ze moeten in ieder geval, zover ik weet, van die kant komen. Ja, nou, het zijn geen fietsers hoor. Nee, ze moeten met een auto komen, wat eigenlijk in principe niet mag. Maar ja, nood breekt de wetten. En ik hoop dat ze gewoon gauw komen, want ik wil hier weg. Ja, pech onderweg. Die gaan lekker door. Maar in ieder geval, dan weten jullie het eventjes dat het niet gelukt is wat ik wou. Maar toch hebben jullie een mooie vlog, krijgen jullie erbij. Dus ja, het is hier wel mooi allemaal, hè. Allemaal natuur, 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 natuur. Maar geen vogelgeluiden bijna hier. Nee. Wel vogeltjes, meeltjes in de lucht en vliegjes in de lucht. En mensen langs. Op de fiets. En ik zie daar wel een hele hoge toren boven de duinen uit. Even van de omgeving. Zo, nou, ik zou zeggen, ik laat mij wel weer even merken dat ik er weer ben of zo. Ja, ik zie wel wat we verder doen, wat we verder moeten, wat gaat gebeuren. Ik hoop in ieder geval dat ik thuis kom. Tot straks. Ja, en fietsers genoeg, maar nog steeds geen auto. Nee. Want het is wachten, wachten, wachten. En hij moet me dan kunnen vinden, want hij heeft de plattegrond waar ik sta. Dus het moet kunnen. Dus hij zal vanzelf al komen. En hij heeft een leenboer scootmobiel bij. En dan zal ik de leener even verder moeten. De motor die doet niks. Het ligt er niet aan die accu's, want die geven vol aan. Maar je hoort die motor niet aangaan. Dus ja. Ja, ik heb even gehuild, wil je. Ja, je wilt weer naar je diertjes toe en dan kan het niet. Maar ja, komt wel goed. Mijn telefoon hangt aan de lader. Zo'n apparaat. Snoertje en daar zit de telefoon in. Dus dat komt, die blijft wel vol. Daar heb ik geen problemen mee. Maar ja, het is balen. Ik had zo graag eventjes de natuur op willen nemen qua geluid. Nou, had ik zelf dat gehad. Maar ja, dan komt er een volgende keer en dan ga ik gewoon rechtstreeks er naartoe in plaats van zo. En op de andere manier kom ik ook wel leuke dingen tegen. Dan neem ik op deze manier weer mee. En dan gaat ook mee genoeg te vloggen. Ja, ging net op een ja, ik noem dat de sportvliegtuigje, ging er net over. Dat is ook wel leuk. Dan komt er alweer een fietser aan. Ja, dat ja, hij moet in ieder geval van die kant afkomen, die auto. En dan zullen we het beleven. Ja, het komt bijna een uur, zou het duren. Nou, ik zit hier alweer 20 minuten, denk ik, te wachten naar dat telefoontje. En gelijk even wat is app gedeeld. Want hij zegt, dan kan u mij laten zien waar u precies staat. Hij zegt, dan weet ik u exact te vinden. Nou, top, geweldig. Ja, dat... Daar ben ik wel weer blij omdat dat dan weer mogelijk wordt gemaakt. Ja, allemaal vliegjes hier. Bah. Dat weer wordt mogelijk gemaakt met de mobiele van tegenwoordig. Dus
Ik hou jullie op de hoogte. Tot straks. Nou, ik heb de langste tijd voor vandaag hier alweer gelukkig gezeten. Ik zit nog steeds wel op hem te wachten, maar het kan denk ik niet lang meer duren. Hij had het over ongeveer 5:55 dat hij zou komen. Maar ja, hij moet uit Hoorn komen. Dat ligt die kant op. Dus ja, waar hij nou vandaan moet komen, ik kan niet weten. We zitten in de duinen, dus ja, Joost mag het weten, maar ik weet het niet. Nee, ik weet hier geen hegelsteg, dan denk ik mijn huisje te vinden. Ja. Je moet toch altijd weer zoeken. Maar in ieder geval, dan kom ik op mijn fietsers en geen auto. En daar baal ik van. Er moet een auto komen, ja. Maar geen fietsers, maar een auto. Ik heb pech, ja, ik heb pech. Dus ja, daar is de wacht op. Ja, vroeger eentje wat er was. Nou ja, ik heb pech. Dus ja, lieve vrienden, jullie horen van me. En daar loopt mevrouw. Ik kan halen. Ik bleef ook lekker bij me staan om te praten. Dus zo is ook altijd eventjes gezellig als je zo iemand tegenkomt. Althans, die mij tegenkomt. Ik sta altijd stil. Maar ik heb wel weer mijn jas aan moeten doen, want het werd kouder. Ja. Er is meer wind opgekomen van af zee. Nou ja, en ik sta hier vlak aan de zee. Dus ja, de zee ligt achter die duinen. Ja. Dus komt hopelijk goed. Ik zit nog steeds te wachten. 5:10 zei die er net. Dus ja, ik wacht af. Straks wordt het nog 5:30. Niet te hopen. Nee, ik wil naar mijn diertjes. Maar ik spreek jullie later. Doei doei. Nee, geen man vloggen. Ik moet even mijn dochter laten. En mijn man, de beste man is er. Ja, ja, ik ben blij. Voor geholpen. Voor zijn dochter nog wat er gezegd. Dus ook die heeft hij mee. Ach, gosje. Ach, gosje, kleine meid. Ach, jullie komen wel op YouTube, hè? Zeg u? Je komt wel op YouTube, hè? Ja, toch? O jee. Geef niet, hij schaart. Dan krijg ik een handje voor jou. Oh nee. Ach, gosje. Nee, ik vlog namelijk ook. Oh ja? Maar hij is er. Ik zie jullie thuis. Doei doei. Ja, lieve vrienden, ik rij weer. En op wat voor een ding. Ja, maar ik rij. En daarom ben ik dus weer blij. Ik kan weer naar huis. Ik heb deze gaat vele malen langzamer. En ja, ik beweeg nu dus ook wel. Maar daar kan ik nou ook even niks aan doen. Om met jullie te laten zien dat ik dus weer rij. Met een oude Elite Sterling scootmobiel. Ik heb nou ook geen scherm. Ik heb maar één spiegel. Oh, en het is zo eng. Zo eng. Daar ga ik het strand op. Daar moet ik niet heen. Ik moet deze kant op. Ja, en daar ligt paardenfly. Maar dat hebben we niet nodig. Dat is ba. En ik zie de bewoonde wereld weer. Ik zie wat huisjes van huisduinen, zoals dat daar heet. Oh, hier allemaal hobbels. Zo. En dan komen we zo meteen weer langs die rode gevaartes. Denk ik. Ik weet het allemaal niet eens. Om nou weer een andere afslag te nemen lijkt me eigenlijk een beetje eng. Ik zal even kijken wat we hier ook krijgen. Dus ik kom straks wel weer even terug. De bewoonde wereld. En daar lopen er nog een paar te grazen van die rode huiden. Dat, ik weet nou weer waar ik ben, et cetera. Vlakbij het hospice ook, waar mijn pleegbroertje heeft gelegen. Dus ja, dat ligt daar al achter die huizen daar. En ik ga hier al rechtdoor en dan rechtsaf. En dan kom ik al langs en dan kom ik bij een rotonde. En dan ga ik linksaf en dan zo richting het centrum. En dan ben ik zo weer thuis. Dus ik kom weer retour
Ja, lieve vrienden, mijn hondje die was super blij dat ik weer thuis kwam. Ja, zo lang weg geweest, nou meer dan 3 uren weg geweest. Zo dan. Ja, dat ben het nou zat. Ik ben eigenlijk gezegd moe. En ja, ik heb nou een booster te leen. Die is stug, heeft geen vering. Tenminste, bijna niet. Dus ja, dan krijg je weer klappen te maken van de straat en alles. Met die kuilen. Dus ik heb nou weer knap last van mijn rug. Maar ja, dat gaat wel weer over voor als ik mijn eigen booster weer terug heb. Dan zal dat gedeelte wel weer overgaan. Want het is andere pijn dan ik normaal ben gewend. Maar ik ben ook blij dat ik thuis ben. Ik ga koffie maken. En ik ga straks eten maken. Ik denk dat ik een patatje neem met zwarmenvlees, want ik heb zwarmenvlees eruit gehaald. En dat staat lekker stond te ontdooien, dus dat zal wel al ontdooid zijn. En een lekkere bakje koffie. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, tot... ik maak het anders met jullie. Ik zeg, fijne avond. Degene die nog eten moeten, eet smakelijk. Fijne avond. Voor later op de avond wel te rusten. Slaap lekker met mooie dromen. En met Gods zegen zal het lukken. Morgen gezond weer op. En degene die naar de kerk toe gaan, een fijne kerkdienst gewenst. Tot aan de andere kant van de nacht. Doei.